Kijk, ineens twee druppeltjes op het voorhoofd. Hoe snel heeft hij zich weer... Ja, snel. Even het spoor bijster. En die Larsen, onverstoorbaar, hè? Onverstoorbaar, hè? 180. Och, Jenkins. Ja hoor. Hij is los, de Rage. Ja, die legt gewoon, ging gewoon in 14 darts. Ja, daar gaat hij weer. Dubbele cijfers. Sprong Jenkins, moet er achteraan. Dat zijn 5 triples. En dat zijn er 6. We gaan ons zo dadelijk opmaken voor het... We hebben zojuist van de redactie dat het prijzengeld voor die 9 darts rond de 30.000 pond ligt. Omdat niet altijd uit Engeland, daar is de concurrentie moordend. Daar is het ontzettend lastig om toernooien te winnen. In Australië, ja. Hoef je niet echt heel erg briljant te kunnen spelen. Om af en toe ook nieuw. Hij heeft nog nooit voorgestaan op zo'n groot podium. Maar ja, na een slecht begin. Volgt een superbeurt. Toen ik in Australië was in 2005, heb ik iets mee naar huis genomen. Een soort doekje om later een keer in te lijsten. Dat is er nooit van gekomen. Gebeurt er vaak op vakantie. Je neemt iets mee, je gooit het in een hoekje. En ik weet vrijwel zeker dat daar een beetje hetzelfde op staat. In ieder geval dezelfde kleuren. Dus ik heb al even naar huis ge-sms'd om het juiste antwoord door te geven. 280 scores. Ja, Anderson is los hoor. Goh, 280 scores op rij. Voor dit wereldkampioenschap darts. Het zou voor beide mannen overigens een unicum zijn als ze de tweede ronde halen. En Anderson, Kyle Anderson, begint hier met... Hoe verder je in het toernooi komt natuurlijk, hoe lastig het is om van een topper te winnen. Omdat het format gewoon langer wordt. 5 voor Anderson. En dat zijn 4 triples. En dat zijn 5 triples. Kyle Anderson. Ja hoor, 180 nummer 6. Ja, ik ben zelf eigenlijk altijd bij die Eurotour toernooien aanwezig. Als scheidsrechter. En eens kijken of dat ook gaat lukken. Nou, kijk eens hoe die begint. Ja, en... Hij... En hij gaat lekker door. Ja, dit gaat er goed uit. Reeds op 2. Het meest populaire aantal is 5 op dit moment. We gaan nog de hele avond door met pijlen. Daarna 3. Vervolgens 4. Het gaat een beetje ver om te zeggen dat hij de opa van Max Hop zou kunnen zijn. Dan wordt het dus... Nou, het is wel leuk om zo ook een beetje dat Twitter te volgen. Ik ga er ook wel van en ik zit al een beetje te kijken. Er zijn wel mensen die dan toch op een andere manier ook weer dan ik naar... Hop die toch in ieder geval genoeg geld zal verdienen hier. Ook met deze eerste ronde. Daar doe je zoveel ervaring op. Ja, die was speciaal. Nou, je ziet er bij Anderson ook materiaal. We hebben hem zien spelen met allerlei verschillende soorten darts al. Hij gebruikt dan de hashtag RTL7 darts en vervolgens de hashtag met het aantal 9 darts dat hij denkt dat er totaal zal komen. Ja, de Brits raakt het initiatief in de leg kwijt aan Anderson. En hoe? Nou ja, gelukkig heeft Mark Durbridge er ook nog wat over te zeggen. Ja, maar voorlopig is wel Anderson aan het woord. Ja, doe dan de vogeltjes dan maar. Ik hoor de Macarena ook nog langskomen. Ja, dat zou misschien ook nog een aardige zijn. En als je dan op video klikt, dan kom je alle video's tegen. Waaronder de 2 negendarters, die hebben we erop gezet. Helemaal los, dus je ziet de hele wedstrijd. Nee, want dan lacht een beetje. Dus ja, ik denk dat er toch wat mensen naar hem aan het wijzen zijn. Want het publiek ziet het. En
Kijk hem staan gooien. Nou, hij doet het prima. Ik bedoel, als je toch Hamilton een aardig bij kunt houden. Ja, dat hopen we maar, Koert. Want de spanning is zo langzamerhand niet meer te houden. We hebben een goed moment kiezen de volgende keer. Die heb ik niet gedaan. Dus ik was er niet bij. Misschien dat hij daar wel gespeeld heeft. Ik ga toch maar eens leren dansen. Zou dat het zijn? Barbero. Die een goede indruk achterlaat. En daardoor stond hij meteen al heel hoog op de Pro Tour Order of Merit. En dat geeft je dan weer toegang automatisch tot alle Eurotour toernooien. En dan spaart het geval geholpen aan al die deelnames op de grote toernooien. Zo. Ze zijn wel begonnen. In een redelijk stukje van de loting zitten ook. Want het stukje waar zij in zitten, daar zit dan naast Nicholson en Kellett Kevin Painter. We in ieder geval wel de aandacht van de zaal hebben. En wel hierom. Fabriek geweest, heeft daar alles uitgeprobeerd. Ze proberen soms zelfs coatings erop aan te brengen met nog. Nicholson, zie je dat? Hè? Die heeft zijn middelvinger op de punt liggen. En daar wil hij dan ook grip en gevoel hebben. Kijk, nu kun je het goed zien. Die groeven die in de punten zitten. Heel zelfverzekerd. Ja, en dan moet je dan zou je kunnen denken dat die. Misschien wel een beetje te zelfverzekerd dat is. Dat zou best kunnen, maar. Laten weten. Ja, we hadden het al even over de stijl van Henderson. Het is prachtig. Het is als een boot die in de haven. En Henderson gaat lekker door. Die kelt zijn tweede honderd. Hij kan dat ook wel eens halverwege in zo'n wedstrijd ineens kwijtraken. Dat hebben we ook al vaker gezien. Chisnell ook met zijn eerste. Het record van 180ers van Henderson, overigens, staat nog steeds, wat ik al zei, maar hij heeft het niet meer alleen. Het zou ook wel het perfecte moment zijn om het te doen. Ja. Zijn eerste set ooit op het PDC-WK gewonnen, want die eerste keer dat hij meedeed, 2 jaar geleden, verloor hij in de eerste ronde met 3-0 van John Part. Heb ik het idee. En dus krijgt Chisnell meer ruimte. De vraag die wij aan u gesteld hebben, we zijn heel benieuwd naar uw mening over de vraag of Raymond van Barneveld op dit WK weer de halve finale nu graag zou willen. Je bedoelt dat hij er hieruit vliegt? Ja, nou ja, en dat andere spelers die ook op die keuzeplaatsen staan. En dan is dit wel een lekker begin. Oh, wat een lekker begin. Nummer 7. Losgeschud. Nou, en dan zie je dat dat momentum dus echt nog wel kan omslaan. Chisnell blijft die 180ers gooien. Daar waar ze goeie manager. Altijd. Het is altijd is die aan het coachen en aan het schreeuwen en aan het roepen. En als je op het podium staat, dan kun je hem ook echt horen. Nog set 4 in beeld kregen, maar dat zit dan net even niet mee. Dan reken jij dat toch even gauw uit. Nu komt 180 voor Chisnell erbij. Ja. Ja hoor. Daar komt Chisnell weer. Ja, als die eerste middenbovenin zit, dan weet je bijna wat er gaat gebeuren. 180 nummer 11. Dus deze leek is sowieso niet beslissend. Het zou 4-2 kunnen worden in deze set voor een van beide heren. En dan is Henderson ineens weer terug. Ja, die overleeft. Zou zomaar kunnen. Ik laat er nog even een wiskundige formule op los. Ah, Henderson is wel goed op weg nu hoor. Die is heel goed op weg nu met zijn 680.